Maristijn, de eerste week zit erop. Hoe is die je bevallen? Prima, prima. We hebben goed kunnen trainen. Afgesloten met een redelijke oefenwedstrijd tegen Laakkwartier. In ieder geval 10 doelpunten gezien. En het was allemaal nog niet heel goed. Maar ja, na zo'n eerste week, we zijn redelijk vroeg begonnen. Ik ben wel redelijk tevreden. Wat zegt zo'n oefenwedstrijd van vandaag? Nou, dat zegt niet zoveel. Het is een afsluiten van de eerste week waarin we alles door elkaar hebben gegooid. Ook 2 keer 45 minuten spelen. En dus daar hecht ik niet zo heel veel waarde aan. Feit is dat ik het hier en daar wel slordig vond. Met name bij de bepalende spelers. En dat, dat mag in zo'n eerste week. Maar dat moet de komende weken moet dat beter. De nieuwelingen en de jonkies die maakten een gretige indruk. Absoluut, absoluut. Dus dat is ook goed om te zien. En die willen zich ook bewijzen, dat is prima. De gevestigde orde die zie je altijd gedurende zo'n trainingsvoorbereiding elke keer beetje bij beetje beter worden. Nou, ik denk dat nu ook weer gaat gebeuren. Wat vind je van het niveau van je ploeg in de eerste week? Nou, redelijk goed. Ik moet zeggen dat die nieuwe jongens me goed bevallen. En ook een aantal jeugdspelers hebben er nu bij getrokken. En dat is ook goed om te zien. Je gaat op trainingskamp van de volgende week. Hoeveel stagiaires ga je meenemen? Ja, weet ik nog niet. In eerste instantie gaat alleen Tira Katalin gaat mee. En we zijn nog bezig om te kijken of het broertje van Omeru mee kan. Dat heeft met de verzekering te maken. En misschien dat er tussendoor nog wat komt. Maar dat zal het in eerste instantie zijn. Ja, want die was er vandaag ook niet bij, hè? Nee. En dat heeft te maken met de verzekering, zeg je? Ja, zijn club moet toestemming geven en dat doen ze wel. Alleen moet ook in ieder geval zorgen dat hij ook verzekerd is als hij hier speelt. Dat mocht er overhoop wat gebeuren, dat hij een dekking heeft. Maar je gaat er wel vanuit dat hij in ieder geval nog een trainingsperiode mee gaat doen hier in Den Haag? Ja, ik hoop het. Ik wil hem wel aan het werk zien. En kijk, dat zal altijd lastig zijn om dat soort jongens binnen te halen. Want het zijn non-EU-spelers. Maar ik wil wel in ieder geval kijken wat hij in huis heeft. Heeft ADO het geld om zijn salaris te betalen uiteindelijk? Want dat zijn natuurlijk wel salarissen die zijn onproportioneel hoog. Nee, dat hebben wij niet. Maar dat weet, ik heb met Kenneth veel contact over hem. Dat weet Kenneth ook. Maar we willen toch gewoon een week hem aan het werk zien. Want misschien is er wel een club die hem wel kan betalen. Waar we eventueel van zouden kunnen lenen of zo. Of kunnen huren. Dus ik wil in ieder geval een beeld van die jongen krijgen. Over Kenneth gesproken. Hoe groot acht je de kans dat hij nog terugkeert? Ja, niet heel. Niet heel. Ga je op hem wachten? Nee, want we hebben van de week gesproken. We hebben contact gehad met Chelsea. En hij gaat daar de voorbereiding meedoen. En de kans dat hij terugkomt is bijzonder klein. Maar wij moeten door, want hij gaat daar pas 24 juli starten. Nou, dan, als hij dan 2-3 weken verder is, dan is bij ons de competitie al aan de gang. Dus wij moeten door met minimaal nog 1 verdediger erbij. Nou, en als er uiteindelijk de ruimte is dat hij toch nog kan komen, ja, dan heb je het alleen maar alleen een pure luxe. En dat zou mooi zijn. Jullie hebben een bod uitgebracht op Dico Koppers. Is er al nieuws uit Amsterdam? Nee. Verwacht je dat het uiteindelijk rond gaat komen tussen ADO en Ajax? Nou, dat zal voor het grootste gedeelte aan Ajax liggen. Want wij hebben een heel behoorlijk bod gedaan op Koppers. Omdat we het een hele goede speler vinden. En die willen we nog voor een aantal jaren voor de club behouden. Maar ook wij hebben onze prijs. En wij moeten daar heel goed mee omgaan. En wij denken dat we het heel netjes hebben gedaan. Dus nu moeten zij schakelen. Rijden Poupon? Ja, die is bezig om bij een andere club verhuurd te worden. Dus ook dat moeten we afwachten de komende week. Is verhuren een optie? Want je hebt eigenlijk gezegd liever verkopen. Ja, maar goed, dan moeten er wel kopers zijn. En anders is verhuren een optie. Zeker omdat je ook in Michiel Kramer een nieuwe spits hebt. Ja. Oké. Okay. Charlton Vicento, vandaag een nieuwe club gevonden. Dat stemt jou tot tevredenheid, denk ik. Ja, voor beide kanten. Hij Charlton inmiddels 4 jaar in de A-selectie. En wij vonden dat hij niet de stappen maakte die wij van hem gedacht hadden. En dat vond hij zelf ook. Dus dan zoek je de beste oplossing. Is dat je het contract, het zijn salaris, dat je dat overhoudt. En dat je dat kan herinvesteren in een andere speler. Tjeron Sherry is bezig geweest met Duitsland. Is misschien nog steeds wel bezig met Duitsland. Maar wat ook bekend is geworden de afgelopen week. Is dat er nog een extra. Er is een optie om nog voor een extra jaar vast te leggen. Was dat bij jullie eigenlijk wel bekend? Ja, dat was bij de clubleiding wel bekend. En bij mij niet. En ook bij Tjeron niet. Dat was een optie op een optie. Wat eigenlijk alleen de mensen wisten die het contract zelf hadden gemaakt. En, ja, maar goed, dat verandert de situatie wel iets. Want dat betekent dat we nog 2 jaar Sherry hebben. Dat is toch heel anders nu. Waarom was hij er vandaag eigenlijk niet bij? Omdat hij geblesseerd was. Hij is donderdag geblesseerd geraakt aan zijn vreef. Hij heeft gisteren aangepast getraind. Heeft de warming-up wel gedaan. Maar nou, daaraan zag hij niet heel fit eruit. Dus ik heb hem in ieder geval tegen zichzelf in bescherming genomen. Want voordat hij dadelijk
zich ten overstaan van iedereen wil bewijzen dat hij dadelijk geblesseerd raakt en dat zou ik zonde vinden. Is het teleurstelling voor hem dat hij misschien nog wel een extra jaar in Den Haag moet blijven? Nou, dat weet ik niet. Aan de ene kant denk ik wel, omdat hij natuurlijk de Bundesliga in kan. Aan de andere kant hebben wij met z'n allen 2 jaar geleden een contract getekend wat hem nog 2 jaar aan ADO houdt. En ik snap dat hij teleurgesteld kan zijn, omdat hij een mooie stap voor hem is. Aan de andere kant heeft ADO het recht om spelers aan de contract te houden als er geen bedragen geboden worden waarvan wij vinden dat ze waard zijn. En dat is op dit moment het geval. En ik heb met Jaron een prima gesprek gehad en mochten we er niet uitkomen, dan staat hij helemaal fris in het verhaal ADO om hier verder te gaan. Geen vergelijken met bijvoorbeeld Fernandes bij Feyenoord, zulke soort dingen? Nee, daar ga ik niet van uit. Wat is een bedrag dat je nou voor hem wil hebben? Is dat een Toornstra-achtige transfersom? Nou, daar moet je wel aan denken, ja. Ik denk dat zonder bedragen te noemen, maar je moet het een beetje in verhouding zien. Toornstra had nog 1,5 jaar en die had zo'n beetje dezelfde statistiek als Sherry. En Sherry heeft nog 2 jaar, dus lijkt me helder. Hoeveel spelers wil je er nog bij hebben? Nou, ja, ik denk dat we nog wel 3-4 spelers erbij moeten hebben. We moeten achterin nog wat, middenveld zitten we redelijk vol. En voorin moeten we nog met name aan de buitenkant er wat. En we zijn druk bezig en ik hoop dat het snel rondkomt. John, Cabral en Lukoki. Niet meegesproken, met alle 3 niet. Zijn het opties? Nou, kijk, in principe wil ik alleen maar spelers hebben waar ik zelf de beschikking over heb. En dat heb ik bij deze spelers niet. Dus het zijn wel opties, maar wel als een aantal andere spelers niet lukt. Want het huren van spelers, je ziet het nu met Koppers en Omeru. Hè. Je maakt er betere spelers van en uiteindelijk heb je er de grip niet op. En dat heeft niet onze voorkeur. Maar ja, als alle andere opties niet doorgaan, dan zouden dat wel opties kunnen worden. Want deze 3 mannen zijn volgens nog niet te koop voor ADO. Nee. Te duur? Nou, dat lijkt me wel. Maar ook daar hebben we nog niet eens naar geïnformeerd, omdat we eerst naar andere opties kijken.